Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Ortho Laser Master 2 15 watt versie. En het thema van de video van vanavond is Air Assist, luchtondersteuning. Laat me eerst even iets daarover uitleggen over luchtondersteuning. Ik lees daar verschillende dingen over. Sommige denken, mensen zeggen van het is een must. Sommige mensen zeggen van, nee, het hoeft absoluut niet. Air Assist is interessant. Luchtondersteuning is interessant. Waarom is het interessant? Daarvoor moeten we even naar de techniek kijken van zo'n lasergraveren. Op het moment dat jij gaat graveren, dus zeg maar niet snijden, maar graveren, zal de laser een bepaalde power die jij instelt en een bepaalde snelheid die jij instelt gebruiken om zeg maar steeds op en neer te gaan over het te laseren object. Ja. Wat er gebeurt bij vuur, bij brand, hè, want laser is in feite branden natuurlijk. Laten we nou maar even hout als voorbeeld nemen, het materiaal waar je op lasert. Wat er gebeurt bij brand is dat hout gaat verkolen. En wat je daarvan krijgt is roet in de lucht en roet op de grond en waar je maar wilt. En als je wel eens bij een grote brand bent geweest en je hebt daar de restanten van gezien, dan weet je wat ik daarmee bedoel. Dat is natuurlijk extreem. Hè? Dat is heel extreem. Maar als je gaat graveren, wat er dus gebeurt is, die laser die overdraagt grote mate van hitte, dat is de power die jij instelt, overdraagt die op dat hout. En wat er dus gebeurt, hij brandt, hij schroeit het hout. En hoe meer power, hoe zwarter dat hout wordt. Hoe minder power, hoe minder zwart dat hout wordt. Ja, daar speelt ook snelheid nog een rol in. Hoe sneller, hoe minder zwart het hout wordt. Hoe langzamer, hoe zwarter het hout wordt. Je kunt je dus voorstellen, extreem zwart betekent dus hoge power, lage snelheid. Ja? Dat zijn zo'n beetje de settings die je bij snijden gaat gebruiken. Nou is het bij graveren niet zo super interessant. Want wat doet die luchtondersteuning, wat doet die Air Assist? Die blaast lucht op de plek waar jij lasert. Ja? Waarom is dat nou bij graveren niet zo interessant? Kijk, die graveermachine die komt slechts maar één keer steeds over die lijn die jij graveert. Ja? Dus als die graveert, als hij dus dat hout schroeit en hij blaast vervolgens de roet daarvan af, dan is dat leuk en aardig, maar die laser komt er niet meer overheen. Die is er maar één keer overheen geweest, meer doet hij niet. Ja? Dus het enige wat hij doet is, hij laat zien, hij laat iets meer, als je op het werkblad kijkt, zien hoe mooi het er eventueel uitziet, of eventueel niet mooi eruit ziet, dat is net wat je ingesteld hebt, wat je aan het doen bent. Maar dat is wat hij doet, want hij blaast het roet weg. Maar waar wordt hij nou wel belangrijk? Hij wordt belangrijk als je gaat snijden. Als je gaat cutting op zijn Engels. Want wat je dan hebt, dan heb je hout van een bepaalde dikte. Nou, mijn 15 watt machine kan 3 mm timmerhout aan. Misschien ook nog wel 4 mm, nooit geprobeerd. Maar 3 kan die aan. Alleen dat kan die niet in één passage. Hij gaat niet één keer over die snede heen. Hij moet er in mijn geval 4 keer overheen. Zonder Air Assist. Wat er gebeurt, is het volgende. Jij hebt dus een lage snelheid, want dat hoort bij snijden. Je hebt een redelijk hoge power, nooit 100%, hè, want dat zorgt ervoor dat jouw laserkop in feite een veel kortere levensduur heeft. Dus 80, 85% is echt wel de limit, wat mij betreft. En dus speel je met de speed. Dus langzaam, vrij hoge power. Ja. Wat er gebeurt is, in de eerste passage over het materiaal heen, zal de laser zeg maar een millimeter of zo diep branden in dat hout. Alleen hij laat in die snede ook roet achter. En de roet die hij achterlaat in die snede zorgt ervoor dat bij de tweede passage, die geen millimeter meer diep komt, maar misschien nog maar een half millimetertje dieper. En zo wordt elk snedertje, elke passage die je over dat hout heen doet, die wordt minder. Omdat nu eenmaal die snede, die lijn, die is
van de hoed voorzien. Nou, en hier komt dus die luchtondersteuning om de hoek kijken. Die air assist. Die air assist namelijk, die blaast op het moment dat jij er overheen lasert, bij zijn eerste passage al, blaast die hoed voor een deel eruit. Dus hoe beter je dat af kunt stellen, hoe meer hoeddeeltjes die eruit zal blazen. Waardoor, zeg maar, ook bij de tweede passage die laser dieper komt in dat hout en er dus voor zal zorgen dat je misschien geen 4 passages nodig hebt, maar misschien maar 3 passages nodig hebt. Want als je heel veel geluk hebt, je hebt heel goed afgesteld, misschien zelfs maar 2. Dat zou wel zo kunnen. Plus, wat er nog een keer extra bij komt kijken, dat is dat de zaagsnede die hij dan maakt ook veel mooier en schoner zal zijn. Het gekke van het verhaal is dat als je geen luchtondersteuning hebt, op het moment dat die laser voor de tweede keer eroverheen gaat, op dat moment wordt er ook die hoeddeeltjes wel enigszins opgeworpen en dat soort dingen meer. Maar je brandt in feite de tweede keer over iets wat al verbrand is. En wat je daarvan krijgt zijn met name aan de randen van die snede, van die donkere vlekken, van die bruine vlekken. En dat is dus puur het steeds weer opnieuw branden van de roet, als het ware. Nou, door dat roet eruit te blazen, laser je in feite op het blanke hout. En dat zorgt ervoor dat, zeg maar, je eigenlijk die bruine vlekken aan de zijkant niet zo makkelijk krijgt. Dus wat je krijgt is een veel mooiere zaagsnede. En zeker als je dus ook heel veel snijdt, erg interessant. Maar ja, hoe doe je dat dan bij zo'n Artur? Want ja, de nieuwste versies Artur, de duurdere versies, die hebben de mogelijkheid om Air Assist in te bouwen. Dus met andere woorden, dan wordt het ook al via het moederbord van dat apparaat gedaan. En zeker de duurdere lasers, andere merken, die hebben dat ook vaak al wel. En op dat moment kan je ook in Lightburn, zeg maar, instellen dat je Air Assist wilt gebruiken. Misschien heb je bij mijn training wel gezien dat daar een functie voor zit. Op het moment dat je nou je eigen Air Assist maakt, zoals ik dat hier gedaan heb, heeft het geen zin om dat in Lightburn aan te zetten. Waarom niet? Alles wat Lightburn doet is G-code maken. G-code maken van datgene wat jij wilt gaan laseren. En die G-code zendt hij naar die laser toe. Dus naar dat moederbord van die laser. En dat moederbord vertaalt dat naar de activiteit die die laser uitvoert. Maar omdat die laser natuurlijk niet weet dat jij Air Assist hebt, want die heb je zelf gemaakt, hè, die is niet in feite van Arthur op dat moment, doet hij daar ook niks mee. Dus het heeft geen zin om het aan te zetten. Het heeft pas zin om het aan te zetten wanneer het iets is wat ingebouwd zit op het moederbord. En dus ook het moederbord, zeg maar, weet van oké, als ik Air Assist moet aanzetten, dan moet ik dit doen, zeg maar. In mijn geval heeft dat dus geen zin om die Air Assist in Lightburn aan te zetten. Dus gelijk even een waarschuwing vooraf. Goed, hoe heb ik dit aangepakt? Er zijn legio methodes. Er zijn ook legio bestanden die je daarvoor bijvoorbeeld al voor kunt downloaden. Want alleen al op Thingiverse, dat is de bibliotheek voor 3D geprinte zaken, is, zeg maar, het gedeelte wat je op de laser zelf wilt monteren. Dat kun je wel even in 5 of 6 verschillende versies of manieren krijgen. Nou, ik ben natuurlijk zo ver geweest en zo gek geweest om het gewoon simpelweg zelf te ontwerpen. Nou, dat ga ik gelijk laten zien. Hier hebben we het. We zien hier dat bruine gedeelte. Dat bruine gedeelte heb ik met mijn 3D-printer gemaakt. En wat het feitelijk is, is eigenlijk een geprinte vierkant wat om de basis van de laser past. Je ziet hier wat een klein schroefje met een boutje zitten. Die dingen bestel ik altijd bij AliExpress. Zodanig gemaakt dat je hem daarmee vast kunt zetten, zodat hij ook vast blijft zitten. En aan de zijkant heb ik als het ware een soortement van sleuf gemaakt waar een slangetje door naar beneden kan. Nou moet ik even optillen. Even doen. Als je goed kijkt, dan zie je daar de laserkop daarboven. Je ziet daar net naast, zie je die slang als het ware eronder uitkomen met een goudkleurig neusje. Dat goudkleurige neusje, lieve mensen, dat is niks anders als een nozzel van een 3D-printer. Die dingen die kun je met massa's bestellen bij AliExpress. Die zijn helemaal niet duur. Die zijn van messing. Enige waar je op moet letten is dat als je dit monteert, dat die wel probeert zo dicht mogelijk te blazen op de plek waar je lasert, zonder daarbij natuurlijk de laserstraal te onderbreken. Want dan ga je natuurlijk de kracht van de laser beperken en zijn effectiviteit. Die slang, dat is ook een slang, die komt gewoon van AliExpress af. Die kun je gewoon bestellen. Die kost 1,50 euro voor een meter in dit geval.
8 mm buiten diameter, 6 mm binnen diameter. Daar past precies die nozzle van die 3D-printer in. En hij past door die sleuf die ik daar gemaakt heb. Vervolgens heb ik die slang vastgezet aan het kabelwerk. En hier loopt die dan. En dan had ik in het begin had ik een Xiaomi compressor om autobanden op te pompen. Dat is een draadloze compressor. Die kan daadwerkelijk autobanden oppompen. Alleen je moet er geen 10 willen doen achter elkaar, want dan is die leeg. En dat was ook het probleem. Die compressor die had ik aangesloten op deze slang. En het effect daarvan was dat ik dan kon gaan blazen op datgene wat ik aan het snijden was. Alleen na een half uurtje was die compressor leeg. Dus als jij een wat grotere snijopdracht hebt, dan is het eigenlijk gewoon niet genoeg. Nou, wat ik daarvoor besteld heb en wat heel veel daarvoor gebruikt wordt, is wat je hier ziet. Dat is dat zilveren ding. Dit is simpelweg een aquariumpomp. En ook deze dingen kun je bij AliExpress of bij Banggood. Deze is bij Banggood gekocht. Dit is een 25 watt, 45 liter aquariumpomp. Hij wordt eigenlijk compleet geleverd. Behalve dan dus de slang die we net hebben gezien, waarvan ik zei 1,54 euro of zo kostte die bij AliExpress. Dit ding kost 31 euro. 31 euro, maar heeft het grote voordeel dat hij dus niet op een batterij werkt. En dat betekent dat als ik hem aanzet, dat hij altijd werkt. Dat is wel een dingetje dat aanzetten overigens. Want hij heeft geen aan- en uitknop. Met andere woorden, hij gaat aan op het moment dat ik de stroomtoevoer aanzet die hier naar de computer en naar de laser gaat. Ja? Als ik hem uit wil zetten, dus zeg maar ik ben aan het graveren en ik wil hem dan bijvoorbeeld niet gebruiken, moet ik simpelweg de stekker eruit trekken. Stekker is ook nog een dingetje. Hij wordt geleverd met een Engelse stekker. Alleen er zit een verloopstukje bij voor een Nederlandse stekker, nou Nederlands-West-Europese stekker. En op die manier is het wel heel gemakkelijk om hem zo meteen weer uit het stopcontact te halen. En op die manier aan of uit te zetten. Ik kan natuurlijk ook erheen gaan om een schakelaar ertussen te bouwen. Ik denk niet dat ik doe. Want in principe mag die van mij ook bij de graveeractie best blazen. Daar heb ik geen probleem mee. Heel veel mensen denken ook dat het verschrikkelijk lawaai maakt. Nou, dat valt best mee. En dat zal ik even laten horen. Ik ga even proberen om met de andere hand de stroom erop te zetten. Even kijken. Ja, daar gaat hij. En hier hoor jij die blower. Nou, dit is niet schokkend. Ik heb ook al wel bij mensen gezien. Ik zet hem weer uit. Ik heb ook al wel bij mensen gezien dat die een beetje dreigt te gaan hobbelen, te gaan lopen. Maar op deze tafel heb ik daar geen last van. En je zou dat natuurlijk heel simpel op kunnen lossen door hem te monteren op een plaatje hout. Dan loopt hij nergens meer naartoe. Je kan ook zeg maar iets van rubber eronder maken en hem dan op een plaatje hout zetten. Ook dan zal hij nergens naartoe lopen. AirAssist dus. Het is absoluut niet een verplichting. Ik wil je er ook absoluut niet toe verplichten. Het is echter wel zo, en dat is waar het mij natuurlijk om gaat, dat op het moment dat jij gaat snijden, je gaat veel snijden, zal dit zeer zeker een mooiere zaagsnede tot gevolg hebben. Dit was wat ik vandaag wilde laten zien. De AirAssist voor de Ortho Laser Master 2 15 watt. Tot de volgende keer. Dag.